Ja, dat kan niet, hè. Dat kan gewoon niet. Jongen, 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 jongen. De molenaars van de Windlust kunnen hun ogen niet geloven. Dit doet heel Vorstenbos zo'n pijn, dat kun je echt niet leren. Dit vindt Vorstenbos erg. Heel erg. Midden in de nacht is de molen met felgekleurde graffiti bespoten. 'S Morgens komt de buurman, die komt bij ons aan de bel en zit die Jan, kom eens kijken want, wat er nou gebeurd is. Ik zeg, wat is er dan, jongen? Hij zei, ja, de molen zijn ze bezig geweest, maar dan gaat hij mee kijken, ja. Dan verwachtte alles, maar dit niet. Dit is ons visitekaartje van Vorstenbos. De molen staat hier midden in het dorp. De Vorstenbos is er zo gek mee. En het is altijd, ziet hij er altijd zo mooi uit, die molen. En hij wordt zoveel gefotografeerd. En ja, dit staat gewoon niet. De molen was bovendien net gerestaureerd en opnieuw geschilderd. En hij wordt nog volop gebruikt. Als in Vorstenbos iemand dood is, zetten we hem in de rouwstand. Die molen is gewoon een stukje van de bevolking van Vorstenbos. Het is niet alleen dus een molen die maalt. We kunnen er zoveel andere dingen mee doen. En dan komt er zo'n snotjong, die komen dan even de zaak even helemaal verzieken. Nou, dus daar worden wij echt niet goed van. Dit vinden we heel, heel erg. En hoewel sommigen dit misschien kunst noemen, de molenaars willen de graffiti zo snel mogelijk laten overschilderen. Ja, het kan dan wel kunst zijn, maar het hoort in ieder geval niet op de molen. De molen dat is een kunst op zich, daar moet ze helemaal afblijven.